Anouk vertelde in een interview met nu.nl dat ze oorspronkelijk van plan was om een nummer in te zenden voor het aankomende Eurovisie Songfestival, maar uiteindelijk niet heeft deelgenomen. De reden hiervoor was het onvermijdelijke conflict met de release van haar nieuwe album, Dana & Jim. In 2013 bracht ze Nederland succes met het nummer Buds, waarmee ze een finale plek en zelfs een top 10 notering behaalde. Ik ben zo enthousiast over dit album en de muziek is zo groots. Hoewel ik aanvankelijk niet van plan was om nog eens deel te nemen aan het Songfestival, was ik bereid om dat te doen met deze nieuwe muziek, deelde de zangeres met nu namelijk. Ze heeft het idee voorgelegd aan de selectiecommissie, maar hun planningen bleken uiteindelijk niet te synchroniseren. Dit jaar ontvingen ze veel inzendingen en ik begrijp dat ik niet achter de schermen kan opereren. De definitieve beslissing zou pas ergens in december worden genomen. Haar album wordt gelanceerd op 3 november en het Eurovisie Songfestival staat geen eerder uitgebrachte nummers toe. Daarbij zou het nummer hoogstwaarschijnlijk pas in maart worden gepresenteerd. Omdat Anouk niet zeker wist of haar inzending zou worden geselecteerd, kon ze de albumrelease niet uitstellen. Ik kon niet op het laatste moment naar mijn platenmaatschappij gaan en zeggen, sorry, we moeten de release tot maart uitstellen. Dus, helaas, is het niet doorgegaan, maar het had wel een prachtig moment kunnen zijn.